in de binderij een soort goochelnummer. En tenslotte zie je duidelijk wat je hebt aangericht. Als die bundel dan is verschenen, mag je een middagje signeren in een boekhandel. Daar ontmoet je dan je lezers. En dat is leuk. Of verrassend. En zou u erin kunnen zetten voor mijn lieve Jan? En daar mijn naam onder? Ja. Maar het is toch mijn lieve Jan, niet? Doe dan maar voor Jan. Alsjeblieft. Ja. Alleen een handtekening, alsjeblieft. Dank u wel. Dag. Goedemiddag. Kunnen we ook mijn boek signaleren? Jazeker. Oh, fijn. Ja, maar dat boek, dat is niet van mij. Nee, is van mij. We hebben van de week gekocht bij de sigarenzaak. Ja, maar ik heb deze roman niet geschreven. Het spijt me. Ja. U bent toch de vrouwenarts, dokter Dick Faber? Nee, ik heet Carmichelt. Carmichelt? Carmichelt. Dat is toch een pseudoniem, Carmichelt? Wie heet dan nou Carmichelt? Nee, u bent de vrouwenarts dokter Dick Faber. Ik heb al uw boeken. Ik heb alle boeken van de vrouwenarts dokter Dick Faber. Heb ik allemaal. Alle romans van dokter Dick Faber. Ja, u hebt toch echt de verkeerde schrijver voor... Ja, nee. Nou zit u mij een beetje te bescheiden. Hè? Want u bent de vrouwenarts dokter Dick Faber. Maar dat willen we natuurlijk niet weten. Want anders gaan al die vrouwen je vragen of je even wil kijken tegelijkertijd. Hè? En dan komt er natuurlijk niks van signaleren, hè? Nee, dat begrijp ik wel, joh. Moet je daar nou lang voor leren, voor vrouwenarts te worden? Nou, het is natuurlijk een pittige studie, maar... Zie je wel dat je dokter Dick Faber bent? Je bent dokter Dick Faber, joh, maar je bent het vergeten wat je allemaal zelf hebt geschreven. Dit is al nummer 62, hoor, roman van dokter Dick Faber. En de man heeft 62 romans geschreven. Als ik nou een stukje voorlees, dan weet je het wel weer. Hé? Deze was dus, voor jou gaat de zon weer schijnen. Heb je ook geschreven, nummer 62. Moet je luisteren. Weet je het wel weer? Luister. Ik zal dit voorlezen, hè. Mag ik even? Ik kan het voorlezen, oké. Voor jou gaat de zon weer schijnen. En je leven begint overnieuw. Opnieuw. Je leven begint opnieuw. Zij keek hem met haar grote blauwe ogen angstig aan. 7 maanden, fluisterde zij zacht. Het kostte hem moeite om haar te verstaan. Zij had snijwonden, grote japen, aan armen en benen. Zo, voor hij haar verder kon onderzoeken, moest zij eerst van haar kleren worden ontdaan. Weet je het nou weer? Ach, nee, ik kan uw boek echt niet signeren. Ik schrijf hele andere boeken. Hé? Oh. Oh, ja. Hele andere boeken, ja. Maar die gaan toch ook wel een beetje over... weet je het wel? Want hier. Hele andere boeken schrijft hij. Kijk eens, Poespas. Poespas. Ik weet nou eens wat een poes is, hoor. Hele andere boeken dan dokter Dick Faber. Kom nou. Hier, fluit in het donker. Fluit in het donker. Lekker met je fluiten in het donker. Leuk, hè, met je fluit in het donker. Klein beginnen natuurlijk. Ja, want je kan niet de hele dag met zo'n grote kaneelstok lopen, hè. Dus je moet klein beginnen, ja. Pingpong. Pingpong in het donker is ook leuk. Pingpong in het donker zou lekker heen en weer, hè. Lekker zo met een balletje heen en weer. Lekker, hè. Kroeg lopen. Oh ja, nou begrijp ik hoe je het doet. Dus je neemt ze uit de kroeg, neem je ze mee naar huis. Hé.
Maar je vrouw die slaapt dan al. Dus dan moet jij met ze in de woonkamer. En voor jij haar verder kan onderzoeken, moet zij eerst van haar kleren worden ontdaan. Hè? Dus dan zet jij twee stoelen tegen elkaar. Hè? En dan wil je net een beetje lekker beginnen te vliegen vangen. Laten we het dan maar noemen zo, hè? Vliegen vangen. Je begint eigenlijk wil je een beetje gaan toren aan de lijn. Hè? En schuif ineens je stoelen aan elkaar, zeg. Oh, hè? Valt dokter Dick Faber tussen twee stoelen. Nou, dan zingt hij wel een toontje lager, hè? Niet dan? Zeg, duivenmelk is ook lekker, hè? Duivenmelk, doe jij dat ook? Duivenmelk, lekker, hè? Duivenmelk is leuk, hè? Leuk, hè? Die kleine handjes zo onder zo'n duif. Moeilijk even onder die duif, maar is lekker, duivenmelk, hè? Oh, en kijk eens, een Hollander in Parijs. Nou, je weet wel waarvoor een Hollander naar Parijs gaat, hè? Hollander gaan we voor één ding naar Parijs. Mooie gebouw, hè, in Parijs, met die netkousen, mooie gebouw, hè? Daar gaat de Hollander toch van naar Parijs? Hé, hey, nee, dat is niet waar. Ben jij dat? Ben jij dat op dat hondje? Ah, oh, kijk eens, zit dokter Dick Faber naakt op een hondje. Wat een lekker glad hondje, hè? Was natuurlijk een regenachtige middag, de hondjes eigen de pest vervelen. Tilde jouw moeder jou even gauw bloot op dat hondje, lekker hè? In het begin had het hondje helemaal gezien, maar later vond hij het wel leuk hè? Je bent trouwens gek met dieren hè, zie ik, haasje over. Heb je ook veel gedaan hè, haasje over. Zou over een haasje springen, dan op het andere haasje terechtkomen, dan weer terug. Weer over het andere haasje, lekker hè, haasje over. Uitkijken voor je haren hè, maar wel lekker. Ja, dat hondje vond het in het begin helemaal niet leuk. Maar je moeder had gelijk, hè? Dat schrijf je toch zelf hier. Mijn moeder had gelijk. Mijn moeder had gelijk. Viespeuk. Viespeuk. Wat een viespeuk, zeg. Viespeuk, die man. Viespeuk, hoor. Die gaat.